Tijdens het Fruitcorso weekend op 19 en 20 september zal het eerste foodtruckfestival van de Betuwe worden gehouden. Rondom de Corsowagen staan ludieke pop-up restaurants en keukens op wielen die zorgen voor culinaire verrassingen. Proefs is eigenlijk rollende keukens, dus keukens op wielen. En het zijn gekke uitdossingen, leuke wagens, allerlei soorten happen, snacks. Ja, heel verrassend eigenlijk. Onze horecapartner hier op het Kalverbos, die heeft twee wagens. En die doen uiteraard ook mee. En die staan het hele jaar door op allerlei foodtruckfestivals. Dus die kennen al dat soort wagens. Dus we zijn de afgelopen maanden zijn ze hard aan de slag geweest. En we hebben hier dan meer dan 30 wagens op dit terrein in het hart van Tiel eigenlijk. In Nederland is het echt wel een ware hype. Rijen dik. Die foodtrucks hebben ook hun eigen fans, nemen ze mee. Dus ja, we verwachten er nog wel wat van hier. Proeft is het Betuwse proeven, eten, genieten. Alles bij elkaar en dat hier rondom het Corso weekend. Rondom het Kalverbos is nog veel meer te beleven tijdens het Fruit Corso. Er zijn optredens van bands en artiesten en daarnaast komt voor het 80-jarige bestaan van Flipje de bekende kok Pierre Wint samen met kinderen de beste Betuwse jam maken.